Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van mij. Vandaag heb ik echt een hele leuke shoplog. Namelijk een badpakken en bikini shoplog van Shein. Het leek me namelijk heel leuk om dat eens te gaan proberen. En ik denk, nou, dan kan ik jullie gelijk laten zien hoe en wat. Ik heb er best wel veel besteld. Gewoon om te kijken wat voor modelletjes ik leuk vind. En wat er allemaal is. Zo kan ik het jullie goed laten zien. En ik wilde ook graag met deze video laten zien dat je... Ja, wat voor soort maat je ook hebt. Je gewoon lekker badpakken en bikinis kunt dragen. Eigenlijk elke vrouw is veel te streng voor zichzelf. Aangezien als een badpak of bikini niet past. Gelijk, hup, wegdoen. En daar dan ook echt heel onzeker van worden. Terwijl het, ja, misschien zitten er bij mij ook maar 3 goede bij. Terwijl ik er 15 bij wijze van spreken heb besteld. Dat ligt niet aan mijn lichaam. Dat ligt aan de bikini of de badpak. Dat moet je echt gaan geloven. Want jij bent gewoon mooi zoals je bent. En als een badpak of bikini daar niet bij aansluit, dan ligt het aan de badpak of bikini. En niet aan jezelf. Laten we dat even voorop stellen. Ik ga je zo meteen ook gewoon badpakken en bikinis laten zien die niet zo mooi staan bij mij. Zodat je zelf ook een beetje een beeld krijgt van, nou, soms is het inderdaad zo dat iets niet mooi staat. Ik doe dat vaak ook bij mijn gewone kledingshoplogs. Maar ik vind dat ook belangrijk bij badkleding. En wees alsjeblieft, wat ik net al zei, niet te streng voor jezelf. Want er zit vast wel een keer een badpak of bikini tussen waar je je helemaal prettig in voelt. En daar moet je gewoon deze zomer in gaan rocken. Heb je zin om te zien welke badpakken en bikinis ik allemaal besteld heb? Blijf dan vooral kijken. En vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal hieronder. Ik maak voornamelijk fashion video's. En dat zie je dus op mij met maat 46 ongeveer. Ook maak ik wel eens beauty video's. Als je dat leuk vindt kun je natuurlijk ook abonneren. Die komen er ook wel eens tussendoor fietsen. En vergeet ook niet eventjes je duimpje omhoog te doen. Want dat helpt mij enorm. En dat vind ik leuk. En dan gaan we nu snel beginnen met de shoplog. Ik zal zoals altijd weer de linkjes in de beschrijving zetten. Dat is op de titel klinken. En dan komt er een... komt er allemaal tekst onder. En dan kun je op de linkjes klikken. En ik zal er ook de maten bij zetten die ik gekozen heb. Ik heb hiernaast eventjes een voorbeeldje gezet van een bikini. Daar staan dus allemaal maten zoals je ziet. Als je daarop klikt, dan zie je hoeveel centimeter je taille omtrek moet zijn ongeveer. Er zit overal wat stretch in, dus je moet het een beetje met een korrel zout nemen. Maar je kunt zo wel een beetje vergelijken wat het beste bij je lichaam past. En een andere tip om te bestellen bij Shein is om ook eventjes de reviews te lezen. Want dan kun je gewoon kijken... Bij andere mensen die een beetje jouw figuur hebben. Welke maat ze genomen hebben. Dat waren eventjes gauw de tips. En dan zal ik mijn maat, mijn heupomtrek, mijn borstomtrek en mijn tailleomtrek ook eventjes in de beschrijving zetten. Zodat je het echt goed kan vergelijken met mijn lichaam. Want de ene 46 is de andere 46 niet. Dus dat is misschien makkelijker. En dan gaan we nu echt beginnen. Bij Shein komen de bikinis vaak in zo'n zakje of zo'n schuifzakje. Ik vind die zakjes eigenlijk best wel makkelijk om je bikinis ook mee te nemen op vakantie. Misschien ook wel een leuke tip. Oké, de eerste bikini is lekker knaloranje zoals je ziet. Dit is het topje en die valt een beetje met een extra décolleté. Zo aan de voorkant. Er zit een beetje padding in, maar die kun je er volgens mij wel uithalen. Ja, die kun je eruit halen. Wat je fijn vindt. Aan de achterkant zit die denk ik gekruist. En dan kun je hem zo aantrekken, denk ik. Maar goed, dat zullen we zo meteen wel zien, want ik kom er niet heel veel bij uit nu. En dan dit is het broekje. En die lijkt wat hoger in je taille. Dus het is echt wel zo'n high-leg broekje wat je nu heel veel ziet. Ik weet niet of dat hij heel veel dekking geeft aan de voorkant. Als ik zo zie, twijfel ik. Maar ik las dus ook op, bij de reviews, bij sommige badpakken en bikinis. Nee, alleen bij bikinis trouwens, de broekjes. Dat je deze kant aan de voorkant gaat dragen. De achterkant dus. En dit aan de achterkant. Dus dan heb je aan de achterkant wel iets meer bil wat je ziet. Maar dan is de voorkant wel helemaal goed bedekt. Maar goed, we gaan gewoon eventjes kijken. Dit is hem. Ik vind de top vrij los. Je kunt hem wel bestellen aan de achterkant. Alleen, dat is ook niet echt je van het. Ik denk dat ik gewoon echt te grote maat heb daarvoor.
dat deze top de maat groot is, bedoel ik. Dus even kijken. En het broekje zit qua maat wel goed. Echt wel een heel mooi modelletje, vind ik. Ik heb nou mijn onderbroeken nog onder, dus je ziet hier wel lijnen natuurlijk. Maar dan moet je even doorheen kijken. Ja, ik vind deze best wel mooi staan. Het is echt wel een mooi broekje. Alleen ja, die top dan niet. Die zit gewoon echt mega los. Aan de zijkant zie je dat ook wel. Ik heb echt ruimte over. Dus dit gaat hem helaas niet worden. Nee. De volgende is deze blauw-wit gestreepte bikini. En dit printje vind ik zo leuk. Ik hou gewoon van streepjes. Oh, wat leuk. Meid, wat leuk. Dit is de bovenkant. En die heeft van die ruffeltjes. En ik denk dat die zo moet. Maar ik denk dat die zelfs wel op je, of je de shoulder kan. Maar goed, dat kunnen we zo meteen wel eventjes bekijken. Hij is niet te verstellen trouwens qua bandjes en qua breedte, zeg maar. Aan de achterkant heeft hij namelijk gewoon zo'n band, zoals je ziet. Wat hij wel heeft, is versteviging aan de zijkanten. Had ik niet verwacht. Dus dan blijft dit wel goed omhoog staan, denk ik. Voor de rest zit er weer padding in. En ja, ik ben helemaal fan van die ruffels. Eens kijken naar het broekje. Dit is het broekje aan de voorkant. Ook weer een beetje wat hoger, denk ik. Wel meer, ik denk dat dit stuk wel wat breder is dan de bikini van net. En dan heeft hij gewoon de rechte streepjes aan de voorkant. En aan de achterkant, vind ik heel leuk, heeft hij dit effect. En ik denk dat dit juist heel flatterend is. Ik weet niet waarom. Of ik krijg juist iets bredere beelden erin. Maar goed, ik heb ze toch, dus ik moet ze toch showen. Dit lijkt me ook mega leuk. Ik ben heel benieuwd. Oh, deze is echt mega cute met die ruffeltjes. Echt een heel leuk modelletje. Je kunt ze trouwens niet op de shoulder dragen. Dan krijg je zo'n rare knik. Daar kwam ik al gelijk achter. Maar heel schattig modelletje dit. En je kunt hem dus inderdaad strakker trekken hier. Het is niet heel supportive. Dus als je grotere borsten hebt dan ik, dan zou ik het vooral niet doen. Het broekje valt net op mijn navel. Ja, vind ik ook wel mooi eigenlijk. Het is echt wel een leuke bikini. En aan de achterkant, wat ik al verwacht had, dit vind ik echt heel flatterend. Oh, ben ik nog... Ja. Het staat super mooi. En de achterkant van de bovenkant vind ik ook heel mooi. En voor mensen die onzeker zijn over hun strié, het is gewoon heel normaal. Ik heb hier heel veel strié, maar dat maakt allemaal niet uit. Elke vrouw heeft dat. Je hoeft je er echt niet onzeker over te voelen. De volgende bikini is deze mooie zwarte. Die komt net iets langer. Dus over je borst en dan zit er volgens mij nog een stukje onder. En dan heeft hij weer van die ruffeltjes op de schouder. Ik hou daarvan. Ik vind dat echt mega schattig. En ja, dit is dus de top. Die kun je dus ook niet verstellen aan de bandjes en aan de achterkant of zo. Dus ja, ik vind dat wel fijn om rekening mee te houden. Als je dat belangrijk vindt, dan weet je dat. En het broekje is weer een beetje high leg, maar is echt wel heel high waisted, denk ik ook. Dus we gaan gewoon eventjes kijken hoe dit allemaal zit. Deze vind ik wat minder. Ik weet het niet. Ik vind hem denk ik te veel dekking geven. Dan had ik liever gewoon een badpak gewild, denk ik. Ja. Ik denk als je misschien vaak tankinis draagt en je wil eens een keer een bikini proberen, dat dit wel ideaal is. Want je ziet natuurlijk net een klein beetje buik. En het is niet too much. En aan de achterkant bedekt hij eigenlijk wel helemaal. Ik vind hem vooral aan de achterkant wel mooi staan eigenlijk. Deze geeft best wel veel support, vind ik. Het zit allemaal net even wat strakker. En de lijn hieronder zit ook gewoon goed strak. Dus qua, ja, dat vind ik het wel heel top. De volgende bikini is deze te schattige bikini top in ieder geval. Alleen, hier kunnen echt mijn borsten niet in hoor. Het is veel te smal. Dit kan niet goed zijn hoor. Nee, dat gaat hem niet worden, denk ik. We gaan gewoon even kijken. Deze is dus op de shoulder, wat ik wel heel schattig vond. En dan die leuke rode print met bloemetjes. Echt mega schattig. En dit is het broekje. En die komt ook weer wat higher leg, zeg maar. Ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. En ook weer lekker high-waisted, waar ik echt van hou. Hij heeft aan de bovenkant ook een beetje zo'n ruffeltje, wat ik wel schattig vind. Oh, en die heeft hij ook aan de onderkant trouwens. Maar dat zullen we vast beter kunnen zien als ik hem aan heb, als hij past. Nou, dit is hem niet. Ik durf mijn arm niet omhoog te doen, omdat echt... Ja, hij eindigt gewoon op mijn, net onder mijn borst, zeg maar. Dus ja, ik durf gewoon niet
arm omhoog te doen. Nee, ja. Het is gewoon te klein. Ik vind het broekje ook... ja, ik weet niet of je het heel goed ziet, maar de print wordt helemaal licht. Dus ik denk dat ik dat broekje eigenlijk een maatje groter zou moeten, denk ik. Want nu wordt heel de print zeg maar een beetje uitgerekt en daardoor wordt je wat doorzichtiger. Dus dat vind ik ook wel jammer. Wel een lekker hoog broekje. En ik vind die ruffeltjes ook wel heel schattig. Alleen ja, dat is natuurlijk helemaal niks als het niet lekker zit. Kijk, zo zie je het kleurverschil trouwens goed. Dit is veel donkerder dan dit. Deze bikini top is best wel ruim, lijkt het. Het lijkt meer een topje dan een bikini top, zeg maar. Maar dat vind ik juist wel leuk. Hij heeft van die ruffeltjes weer aan de onderkant en aan de bovenkant. En aan de voorkant kun je hem volgens mij... Even kijken. Ja, aan de voorkant kun je hem dus zeg maar laten ruchen. Dus dan wordt de top ook wat smaller aan de voorkant. Ik denk dat dat wel nodig is, want anders wordt het wel heel groot oppervlakte, denk ik. Even kijken hoor, de print is echt heel leuk. Een beetje een mintgroene achtergrond met hele leuke schattige bloemetjes. Dit is wel echt een hele schattige bikini. En dit is de onderkant. Volgens mij is dit gewoon een heel basic broekje. Wel aan de achterkant vrij breed. Ik weet niet of dat ik dat zo mooi vind. Maar ja, dat moeten we ook maar eventjes aanzien. Het is lastig te zien zo natuurlijk. Oké, dit is zeker een kanshebber. Alleen moet ik hem wel even een maatje kleiner. Ik ben bang dat als ik mijn arm omhoog doe, dat mijn borst er onderuit knalt. Maar hij staat hier ook open. Dus ik moet gewoon echt een maatje kleiner. Maar dit model, meid, wat leuk. Oh, wat tof. Echt heel leuk. Zo'n beetje off the shoulder en een mouwtje. Ik dacht eerst van misschien lijkt het toch te veel op een top dan een bikini bovenkantje. Maar ik vind het toch wel echt heel leuk als bikini bovenkantje. En dat broekje is top. Lekker, ja, ik vind het toch wel mooi ook als je een beetje wat meer dekking geeft. Ja, het ligt maar net aan hoe de rest van de bikini is natuurlijk. Maar dit vind ik leuk. Ja, deze ga ik sowieso in de maatje kleine bestellen. Dit is echt fantastisch. De volgende is deze heerlijke pantenprint. Echt, I love it. Het modeltje ziet er ook wel mooi uit. Kun je ook weer niet verstellen. Volgens mij heb ik er nog geen gehad. Ja, de eerste kon je een beetje verstellen. Daar moet je wel rekening mee houden. Echt wel een heel mooi modelletje, denk ik. En dat het heel flatterend is voor je borsten. Als het maar niet te diep is. Dat vind ik meestal wel minder. En dit is het broekje. En ja, ik vind die print gewoon echt prachtig. Dit is ook gewoon een basic broekje, denk ik. Weer wat hoger in je lies. En deze heeft niet zoveel coverage, denk ik. Maar we gaan het gewoon eventjes zien. Deze vind ik echt een stuk minder. Ik vind het broekje vooral niet mooi. Hij komt echt high leg. Dus ik heb hier nou gewoon mijn onderbroek onder. Omdat ik het anders te revealing vind. Aan deze kant zie je het wel een beetje. Ja, de top vind ik ook niet zo speciaal. Ik vind de print ook niet, toch niet helemaal hier van het. Ik voel me net Tarzan. Maar dan de vrouwelijke Tarzan. Nee, dit gaat hem gewoon niet worden. Aan de achterkant heb je wel wat meer dekking overal. Alleen ja, ik vind het gewoon niks. Volgende is deze te schattige bikini. Die is dus een beetje lila-achtig. Hij komt iets blauwer over op de camera dan wat hij is. Het is echt wel lila. En dan heeft hij roze en witte bloemetjes erop. En die kan je dus off the shoulder dragen. En daar hou ik echt van. Super mooi vind ik hem. Ik hoop wel dat hij ook blijft zitten. Want dat is natuurlijk wel met off the shoulder bikini tops. Je hebt hier en natuurlijk onder je borst wel de stevigheid nodig. Zodat hij niet af gaat zakken. Dus als hij dan off the shoulder gaat, weet ik niet of dat hij dat gaat houden. Maar misschien dat de onderkant het wel gaat houden. Zullen we maar zeggen. En dit is het broekje. Gewoon hetzelfde print. Echt kei schattig. Weer wat hoger in je lies, denk ik. En wat hoger in je taille. En dit is de achterkant. Oh, deze is ook echt helemaal te gek. Ook weer dus dat off the shoulder, wat ik mega leuk vind. Alleen deze is natuurlijk niet zo bedekkend als die groenige die ik net aan had.
Ik moet alleen wel een maatje kleiner ook van deze. Ja, het zit allemaal net iets te los, waardoor het echt niet zo secure voelt, zeg maar. Dus maar ik denk als ik deze in de goede maat heb, oh fantastisch. Echt heel schattig. En zo is hij dan aan de achterkant, dan lijkt het gewoon een badpak. Dat broekje zit ook echt fantastisch. Gewoon mooi high-waisted. Dus ja, ik vind het helemaal leuk. Oh ja, en er zit een los strikje bij. Dus je kunt hem, als je dit niet mooi vindt, ook zo dragen. Maar ik vind hem zo mooier. Oh, dit was denk ik eigenlijk mijn favoriet als hij in de goede maat is, denk ik. Ik denk dat deze veel te groot is. Maar ik had deze heel lang in mijn winkelwagentje. Alleen, ik was dus allemaal bikinis aan het uitzoeken en badpakken. En ik had te lang gewacht, dus ik had alleen maar een 4XL. Ik denk dat hij te groot is. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. Misschien valt het nog mee. Deze is dus van groen fluweel. Met een glittertje erdoorheen. En dan heeft hij aan de voorkant dit detail. Zo'n soort van riempje. Heel leuk. Ik weet trouwens ook niet of dat dit niet knoeiheet wordt. Het is natuurlijk fluweel. En ik weet ook niet wat het doet als het nat wordt. Misschien wordt het dan juist wel heel zwaar. Dan moet hij echt goed aansluiten. Want anders zakt hij natuurlijk gewoon naar beneden. Nou. Ja, we gaan het maar gewoon proberen. Even kijken hoor. Deze heeft dus aan de bovenkant een lagere V. Aan de voorkant en aan de achterkant is hij iets hoger. En qua onderkant is hij vrij hoog in je lies, zie ik nu. Nou, ik denk dat deze 4XL best wel past. Misschien heb ik wel gewoon een goede maat besteld. Onbewust. We gaan het nu zien. Oh my god, dit is ook echt geweldig. Hij is alleen wel echt te groot. Dus ik moet hier echt een 3XL van. Hij is ook niet gemaakt voor lange mensen. Want hij zit bij mij nu echt perfect. Hij had ook niet korter moeten zijn, zeg maar. Dus daar moet je wel even rekening mee houden. Maar hoe vet is dit? Echt, I love it. Hij is dus groen. Komt weer wel wat blauwe over, zie ik. Met die glittertjes. En dit bedoelde ik dus. Staat zo chic. Oh, ik ga deze ook in een maatje kleiner bestellen. I love it. En zo zit hij aan de achterkant. Dus dan heb je hier dat draadje. Die moet je eigenlijk even wat beter strikken. Voor dat dingetje aan de voorkant. En voor de rest gewoon een heel simpel badpak. Maar die stof is echt te mooi. Ja, wat ik net al zei. Ik weet niet hoe of wat fluweel gaat doen. Als het nat wordt. Voor mijn gevoel gaat het gewoon heel zwaar worden. Dus ik moet hem ook wel gewoon even een maatje kleiner. Gewoon ook voor wat veiligheidsredenen, zeg maar. Het volgende is dit badpak. En die heeft zulke mooie kleuren. Volgens mij stond die ook op het model, op een donker model, zeg maar. En ik vind die fellere kleuren zo mooi op een donkere huid. Nu ben ik natuurlijk niet zo donker. Ik heb natuurlijk wel een beetje tan op gedaan, maar zo ga ik natuurlijk nooit worden. Maar ik ben hier heel benieuwd naar. Het is echt een heel kleurrijk patroontje. De schouderbandjes van dit badpak kun je wel verstellen. Dat is, vind ik echt heel top. En dan heeft hij aan de voorkant nog zo'n centuurtje die je kunt strikken. En deze valt ook weer wel wat hoger in de lies. Dat zie je gewoon nu heel veel. Blijkbaar. Het is allemaal hoger in de lies. Maar op zich vind ik dat wel flatterend, denk ik. Deze kleuren zijn zo tof. Oh, ik hou ervan. Zo lekker fel. En gewoon mooi dat lila en dat een beetje oranjige zit erin. Echt heel mooi. Sluit gewoon helemaal netjes aan. En hier ook. En ik vind het ook wel leuk dat er dus die taille, hoe heet het, centuur bij zit. Oh, en ik vind het echt ideaal dat je deze kan verstellen, die schouderbandjes. Dan zit die voor mij precies goed gelijk, maar het is dus wel mogelijk. En zo zit hij aan de achterkant. Zij valt wat lager op je rug en dan, dit geeft ook gewoon genoeg dekking bij je billen. Is wel echt mooi. Ik twijfel alleen een beetje. Ik denk dat ik, dat andere groene badpak vond ik veel mooier. Twijfelgevalletje dit. Dit volgende badpak ziet er echt ook prachtig uit. Het is wel echt een glimstof zoals je ziet. Dat zie ik nu pas eigenlijk in het schermpje. Hij heeft aan de bovenkant van die leuke ruffels die je nu al een aantal keer gezien hebt.
Ik vind dat gewoon heel leuk. Hij heeft dus padding. Eigenlijk in elke bikini en badpak heeft er tot nu toe allemaal padding in gezeten. Die je er volgens mij ook gewoon allemaal weer uit kan halen. Ja. Dus dat is ook wel fijn om te weten. Dit is dan de bovenkant. En onder je borstje zit dan een lijn. En daar nou, loopt hij dan gewoon zo uit. En hij heeft ook weer zo'n high leg effect. Dus ook weer hoog in je lies. Het modelletje van dit pak vind ik wel echt prachtig. Alleen dat shiny materiaal vind ik echt verschrikkelijk. En hij is bij de boobies echt wel te ruim. En ik had een 1XL en een 3XL besteld. Omdat 2XL uitverkocht was. Dit is de 1XL, maar ik vind hem dus nog steeds best wel ruim hier. Dus hou daar rekening mee als je deze wel graag wilt bestellen. Als je wat grotere borsten hebt, dan denk ik dat deze echt prachtig is. Want hier sluit hij ook echt heel mooi aan. Dus ik denk dat hij ook als je wat grotere borsten hebt, best wel goed support geeft. En dat willen we. En zo is hij aan de achterkant. Ja, die roesjes zijn zo cute, hè. Love it. Die rug komt ook wel mooi laag. Maar ik kan ook echt niet wennen aan dat materiaal. Nee, dit is helaas. Oh my god, ik pak net dit badpak uit. En dit ziet er echt fantastisch uit. Deze kleur alleen al. Echt prachtig. Weer met van die ruffeltjes op de mouw. Op de schouders bedoel ik. En dan ziet hij er gewoon zo als een normaal badpak uit aan de voorkant. Best wel simpel, maar ik vond de kleur echt prachtig. En aan de achterkant lijkt het dan meer op een bikini. Hij heeft dus ook zo'n sluiting aan de achterkant. Blijft dat zitten? Weet ik niet. Maar aan de achterkant is het dus zo. Aan de bovenkant zie je dit. En aan de onderkant gewoon dat broekje. Dus dan heb je ook een stuk. Dan zie je ook een stukje rug, denk ik. Als ik het zo zie. Oh, dit kleurtje is zo ontzettend leuk. Het zit op zich best prima. Alleen, ik weet niet of je dat kan zien. Er zitten van die cups in. Die kun je er natuurlijk uithalen. Maar ik hou wel iets van graag van iets van stevigheid in mijn bikini top. Of badpak topgedeelte, zeg maar. Wat een uitleg. Maar je snapt me. Dus ja, dat ziet er natuurlijk niet uit. En ik kan hem dus ook niet eruit halen eigenlijk. Dus dat vind ik een beetje jammer. Hij tekent, maar dat zie je nu natuurlijk met mijn onderbroek. Die zie je straks niet. Alleen, ik denk dat je straks ook wel gewoon, als het badpak nat is, gewoon heel goed je navel ziet. Ik hou daar persoonlijk niet zo van. Aan de achterkant. Ja, dit detail vind ik dus wel echt mega leuk. Dat je hier zo'n stuk open hebt. En dan hier hem vastklikt. De bovenkant van de top is ook echt wel ruim. En de bovenkant van dit ook. Maar ik denk dat ik hem niet een maatje kleiner zou kunnen nemen. Want dan ben ik bang dat hij hier best wel strak gaat zitten. Dus meer aan de onderkant. Dus ja. Echt heel zonde. Want ik vind het echt zo'n prachtige kleur. Alleen dit gaat hem niet worden helaas. Dit is het topje. En hier zit best wel flinke padding in. Deze is echt goed stevig gevuld. Er zitten echt cups in, zeg maar. Wat ik wel heel mooi vind. Het is wel een beetje een basic modelletje aan de bovenkant. Maar het heeft stipjes. Als je monitors kent. Stipjes. Maar het broekje is dus het meest bijzondere van deze bikini. Want het is niet echt een broekje. Maar het is een broekrokje. Het is dus zo. Ja, het ziet eruit als een rokje. Maar hij heeft hieronder dus een broekje. Die ook wel gewoon lekker dekkend is, zie ik. Dus dat zit gewoon lekker, denk ik. Hoop ik. Ik weet alleen niet hoe het met dat rokje gaat zijn. Aangezien het dan misschien heel kort wordt. En dat dan juist de verwarring ontstaat van heb je nou gewoon een heel kort rokje aan. Of is het de bedoeling? Dat durf ik nou nog niet te zeggen. Maar dat zullen we zo zien. Dus ja, ik ben hier wel heel benieuwd naar. Oké, qua top is het echt top. Hij ondersteunt echt goed. Ook doordat hier een beugel zit natuurlijk. Ik vind het geheel ook echt wel cute. Alleen ik heb dus wel, wat ik net ook zei, gewoon het idee van heb je nou een kort rokje aan? Of is dit de bedoeling? Het is echt zo'n beetje van, ja, ik weet niet hoe het valt. En dan vooral aan de achterkant. Ja, aan de achterkant vind ik het niet heel flatterend, denk ik. Omdat dit gedeelte nu helemaal omhoog zit. Dus ja, aan de voorkant vind ik het wel cute. Alleen, ja. Het is gewoon inderdaad een beetje de dubio. Ik denk dat ik hem gewoon zo
leuker had gevonden. Met gewoon dat broekje. Zo, ik heb eindelijk alle badpakken en bikinis gepast. Ik ben eigenlijk blij verrast. Het merendeel zat gewoon goed. Of moest ik wel even een maatje kleiner of groter. Het is soms echt lastig inschatten bij Shein en dat blijf je houden. Ik vind de prijs-kwaliteit verhouding echt top. De bikinis zijn echt niet duur. De badpakken zijn niet duur. Volgens mij betaal je max €20 voor een badpak of een bikini. Volgens mij is dat al veel voor Shein. Het zijn ongeveer Primark prijzen. En ik denk dat de kwaliteit ook wel een beetje overeenkomt. Want ik vind de badpakken en bikinis van de Primark ook echt top. Is ook echt goede kwaliteit. Daar heb ik ook een aantal dingetjes van. Maar ook die van de H&M. Daar merk ik eigenlijk ook het verschil niet tussen qua kwaliteit. Die zijn iets prijziger, niet mega prijzig. Nou, het enige wat ik dan misschien zou kunnen zeggen is dat die padding die in de bikinis en badpakken zitten soms een beetje meh zijn. Of dat de stof iets te dun is, waardoor je het dan ziet. Die kunnen er altijd uit. Ik heb ook losse pads. Die zijn wat dikker aan de onderkant. Die vind ik ook heel fijn. En die kan ik daar dan ook gewoon in doen. En die vallen minder op. Dat is weer van ander materiaal. Ik zal ook eventjes snel al mijn favorieten even achter elkaar laten zien. En nu ben ik ook heel benieuwd wat jouw favoriet was. Laat het me vooral eventjes weten hier beneden. Nou, vond je dit een leuke video? Doe dan eventjes een duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan had. Ja, vinden jullie het leuk als ik wat meer bikinis en badpakken show misschien? Dan kan ik het misschien ook van een ander merkje proberen. Mocht dat zo zijn, laat me dan ook vooral eventjes weten welk badpakken / bikini badkledingmerk je graag wilt zien. Want dat kan ik ook proberen. Vind ik echt wel heel leuk om te doen. En dan hoop ik jou volgende week weer te zien. Doei!